Oud-minister en vicepremier Frank Leeflang is overleden. Franklin Juliaan Leeflang werd geboren op 20 juli 1936 en was naast jurist ook diplomaat, zakenman en politicus. Leeflang was na de sergeantencoup van 1980 minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet van Henk Chin Assen en in het kabinet onder leiding van premier Henry Nijhorst werd hij minister van Justitie. In de kabinetten Rauk Alibux en Wim Udenhout werd Leeflang opnieuw minister van Binnenlandse Zaken en Justitie. Als jurist heeft Leeflang in 1984 als voorzitter van een denkgroep zijn krachten gegeven aan het democratiseren van het staatsbestel middels een voorstel voor de vorming van een assemblée die maximaal 27 maanden in functie zou blijven. Dit initiatief werd de voorloper van de huidige de Nationale Assemblée. Als diplomaat werd Leeflang in 1986 benoemd tot ambassadeur van Suriname bij de ACS-staten in Brussel. Een voorstel voor beëdiging tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie door president Jules Weidenbos in 1996 werd een jaar daarna afgewezen. Frank Leeflang overleed gisteren 5 mei en werd 87 jaar. ATV condoleerde familie en vrienden van Frank Leeflang en wenst hen sterkte in deze droeve dagen.